Gaat die goed? Ja. Stress? Schatjes zijn er! Hoe mooi is dit keramiek? Mijn vrienden veel minder heb gezien dan ik zou willen. Jullie zijn zo goed gematcht allemaal. Guys, het is zaterdag en inmiddels ben ik precies een week terug uit Amerika. En heb ik heel veel dingen bijgewerkt en even gewoon gechilled en mijn huis opgeruimd en dat soort dingen. Dus ik begin vandaag aan een weekvlog, wat een beetje ongebruikelijk is midden in het weekend. Hier ligt echt de grootste teddyberenjas ever. Vanochtend heb ik gesport en toen een beetje op de bank gelegen en wat chips gegeten. En daarna ben ik een poging gaan wagen om deze plankjes op orde te krijgen en mijn koffer uit te pakken. Het laatste is niet gelukt, het eerste wel. Nu heb ik gedoucht, ik heb me even opgemaakt. Eigenlijk heel minimaal met een Radiance Primer van Laura Mercier. De Tinted Moisturizer van Laura Mercier. Een klein beetje Cloud Paint van Glossier. En ik ga nu Jordi en wat vrienden opzoeken die ergens bier aan het drinken zijn. En ik heb heel de tijd heel veel zin in rode wijn. Dus dat ga ik nog even drinken. En verder hebben we eigenlijk geen plan. Ik zou je mijn outfit willen laten zien, maar ik heb mijn broek nog niet dicht. Mijn look voor vandaag is deze off-shoulder trui die ik in mijn jeans heb gestopt. En deze vintage nieuwe Levi's uit LA. En mijn Calvin Klein cowboy boots met hak. Kan je ze zien? Ja. En daarbij heb ik dan dit leuke groene laktasje uit mijn eigen collectie. Oké, ik ga op pad. Guys, het is zondag en het is super lekker weer. Echt zomervibes, dus ik dacht, wat is een beter moment dan dit om aan een balkon makeover te beginnen. Ik had hele grote pallets op mijn balkon staan, wat op zich een leuk idee is, maar mijn balkon is ongeveer 90 centimeter diep. Dus die pallets stonden in de lengte, of juist in de breedte, I don't know. In ieder geval konden de balkondeuren niet meer helemaal open. Die heb ik nu weggedaan. Of eigenlijk heeft Jordi als romantische verrassing bijna mijn hele balkon leeggehaald. En nu is de ene helft bijna leeg en de andere helft niet. Dus we gaan een heleboel dingen naar de stort brengen. En alvast even wat planten halen. Dit zijn de deuren. En die wil je natuurlijk lekker allebei open kunnen gooien. Dit is de linkerkant van het balkon nu even. Ik denk dat ik daar een hele grote stoelbankje ga proberen neer te zetten. Ik heb eigenlijk twee keuzes. Of er komt daar een hele grote stoel. Of ik zet hier een bankje tegenaan. Maar dan kan de deur dus weer niet helemaal open. Dit is nu een rommel area. Oeps. Dit gaat weg. Het is nu al een beetje leeg aan het worden. Even dit opgehangen. Lekker Peppy. Zo spannend. Elektrische peppet. Yes. Gaat die goed? Ja. Stress? Beetje. Waarvoor? Binnen de baan blijven. Binnen de baan blijven. Nee, te ver naar links. Ja. Oké, eentje naar links voor. Komt iemand achter je? Wat moet ik dan nu doen? Of gas geven naar voren gaan, dat moet je niet doen. Of hem langs laten. Ja, nu naar links voor sturen. Ik moet zeggen dat het zo klein is en dat je te schakelen is wel echt mega chill. Ja? Maakt echt een wereld van verschil. Dan kan je niet heel veel fouten maken. Ik hoef nu niks te doen. Oh ja. Ga die vrachtwagen voorbij. Vrachtwagen voorbij, want we moeten naar rechts. Okay, okay. Gaan we voorbij. Ja. Ik heb alles schoongepoetst. De balustrade, de grond en heel veel dingen zijn weg. En het ziet er nu in de tussenfase zo uit. Plantjes. Even een trui en een sportlegging aangedaan en we gaan nu even naar de gym en dan koken en nog wat werken. En dan zit deze dag er alweer op helaas, ze vliegen voorbij, maar ik heb wel echt effectieve dingen gedaan. En nog steeds lekker bezig met de home improvements, met mijn balkon. En ik heb een grote beamer gekocht waar we een soort thuisbioscoop mee kunnen maken. Nu nog mijn nieuwe bed en het balkon pimpen. Ik denk dat ik het wit ga verven, de vloer.
En dan van die bamboelatjes doen, zodat ik wat minder inkijk heb. En dan nog het kantoor afmaken. Ik vind het zo leuk om met interieur bezig te zijn. Ik zou dus ook best wel graag willen kijken of ik met een interieurpartij, iets wat best wel toegankelijk is en waar jullie ook shoppen, of ik een soort mini makeover serie kan doen. Met, weet je wel, een IKEA, een Karwei, een VT Wonen, dat soort partijen. Lijkt me echt mega leuk. Laat even een commentje achter als je dat zou willen, want dan zouden jullie dat soort dingen ook winnen. Dat zou natuurlijk heel leuk zijn. Ik ga daar eens even over nadenken. Morgen, ik ben bij Vanity, de salon van mijn lieftallige Charlotte die mij altijd weer verzorgt van perfecte blonde looken. Er zit nu nog Olaplex in, wat na het verven eigenlijk je haar een mega moisture boost geeft. Waardoor het niet zo afbreekt en beschadigd raakt en zo. Dus het lijkt nu helemaal wit, maar het wordt zo nog uitgespoeld. Eigenlijk hebben Charlotte en ik het allebei altijd zo druk in het weekend dat we vaak door de week een moment proberen te vinden. Dus ik ben hier nu een paar uur en dan ga ik zaterdag ook een halve dag naar kantoor. Balanceer ik het zo even uit. Anders is planning soms gewoon heel lastig. Ja, heel fijn om er even bijgekleurd te zijn. En we hebben dus gekeken naar een heel tof nieuw product wat ze hier hebben. Een soort conditioners met kleuren erin. Ik leg het vast verkeerd uit, maar in ieder geval niet een permanente kleuring. En die was je er dus na een paar wasbeurten uit. En er zitten hele toffe dingen in. Dus ik heb helemaal zin om even wat nieuws te doen. Ofwel een pasteltint of een beetje rood-oranje-achtig strawberry blond. Ik laat jullie even wat opties zien. Laat me weten wat je vindt. Goedie. Deze enorme alienspiegels met licht erachter, dat wil ik ook kijken. We hebben dus dit soort tintjes. Ik vind dit bijvoorbeeld heel tof om als wassing eroverheen te doen. Ik ben natuurlijk ooit roze geweest. Ook heel gaaf. So pretty. Oh. Perfect blond is het weer. En Char heeft er even een mooie krul in gezet voor mij. Het is echt zo mooi weer. Ik ben nu in de markt met een Q. Omdat ik vrijdag een mini office warming brunch ga doen. Eigenlijk gewoon een gezellige reden om elkaar weer te zien. Met Lena, Nicole en Kim. En dan heb ik allemaal nieuwe spullen. Servies en zo wat ik uit ga stallen straks. En voor ga bereiden. En ik ben nu boodschappen aan het doen. Ik heb prosecco en hele lekkere aubergine dip en zoete aardappelhummus en kaasplankje en worstjes. En nu ga ik nog wat vegetarische opties erbij zoeken en granola en kokosyoghurt. Wordt awesome! Zoveel lekkere dingen. Och. Binnen op kantoor en Evie, mijn superassistent, die heeft alles al uitgepakt en het lijkt hier wel een styling prophoek of een winkel of zo. Het wordt echt te gek. We zijn nu even aan het denken van hoe gaan we alles op tafel uitstallen. Ik ben helemaal niet een ervaren host. Jij? Heeft jij wel eens dit soort etentjes? Nee. Nou, ik moet zeggen dat ik het wel heel leuk vind om te stylen, maar ja, dit is moeilijk. Deze. Dit is nieuw. Dus we zitten even te kijken van waar leg je dan een menukaart neer. Hoe willen we de servet en dat soort details. De mensen die komen, Nicole, Lena, Kim, zijn namelijk wel ofwel heel detail-oriented of die kunnen dit heel goed. Dus de lat ligt hier, jongens. Ik ga er ook weer een touwtje omheen doen. Precies. Dat... Of je zou inderdaad hier een minuutje op kunnen leggen, ja, of de servet. Maar ik vind dit wel cute. Ik vind dit dus ook leuk als we het zo zien. Ja. Stel, je hebt inderdaad... Ja. Nice! Oh mijn god, hoe mooi is dit keramiek. Ik ben echt obsessed. Al deze spring brunch items komen van H&M Home. Echt obsessed. Maak een hele rij met deze kandelaren. Afgewisseld met deze vaasjes. Die hebben we dan in roze en een soort poedergrijs en in verschillende formaten. En dan zijn dit de waterglazen. De wijnglazen, die hebben een steeltje. En mooie prosecco glazen. Ik ben nu aan het voorbereiden voor de Style School morgen die Dani Bles heeft, waar ik een gastcollege ga geven. Ik heb al een hele tijd geen lezingen en gastcolleges gedaan, dus ik heb er heel veel zin in. Het gaat heel erg over de toekomst van mode en ook wel van het stylingvak. Natuurlijk over mijn werk, over tips die ik heb om online aan je zichtbaarheid en personal brand te werken. Wat je als stylist daaruit kunt halen. Wat het voor ons als blad bijvoorbeeld fijn maakt om met een stylist te werken. Dus hele leuke kwesties. Echt mega veel zin in. Ik hoop dat de meiden, er zijn 30 meiden geloof ik, dat die er ook allemaal zin in hebben. Echt wel weer zin om dit vaker te doen. Dus ik ga het nog even voorbereiden. En dan komt mijn lieve vriend Sander naar mij toe. En hebben we een thuisbioscoopavondje. Nu 7 uur en ik ga naar huis omdat Sander om 7:30 bij mij is.
En ik moet zeggen dat ik eigenlijk nog zoveel wil werken en moet werken. En dat is ook de reden dat ik de afgelopen jaar eigenlijk mijn vrienden veel minder heb gezien dan ik zou willen. Dus mijn missie die ik heb gesteld is om meer tijd te investeren in de mensen die ik lief heb. En dat betekent dan soms dat werk even op de tweede plaats komt. In plaats van dat werk steeds op de eerste plaats komt. Het is gewoon goed om een beetje in balans te zijn. En ja, ik wil natuurlijk wel mijn belangrijke relaties ook houden. Dus mijn natuurlijke modus zou zijn om te gaan werken. En ik denk dat ik morgen gewoon heel vroeg op ga. Maar ik vind het wel heel fijn dat ik hem nu bijvoorbeeld weer even zie. Dus ja, klinkt misschien stom dat dat iets is waar ik over na moet denken. Maar het is, merk ik, gewoon best wel moeilijk om als jonge vrouw in deze tijd alles tegelijkertijd te doen en te willen en te kunnen. En ik heb wel het idee dat je alles kan hebben, maar misschien niet altijd tegelijkertijd. Dus het is voor mij ook steeds een keuze van waar ga ik nu mijn tijd vooral aan besteden en nu en nu. Dat is trouwens ook wel een van de redenen waarom ik gestopt ben bij Shownieuws. Dat had ik nog niet verteld, geloof ik. Ik merkte dat ik gewoon zo verdeeld was in mijn tijd. En dat zijn dan toch de dingen waar ik zelf persoonlijk het allermeest betrokken bij ben. Natuurlijk mijn eigen bedrijf en Linda Meijden, wat qua boodschap het dichtst bij elkaar ligt en het makkelijkste te verenigen is. Ik kwam er gewoon niet meer uit qua tijd en ik dacht, het moet wel ook nog enigszins leuk blijven, want als het te veel is, dan is niks meer leuk en dat is ook niet goed. Los van dat ik het team daar onwijs leuk vond en heel leuk vond om live tv te maken en gewoon zo te kunnen kletsen op tv, was echt een te gekke ervaring. Maar voor nu zit het er voor mij gewoon even niet in qua planning. Dus dat, ik moet zeggen dat dat en dit nieuwe kantoor, zo leuk, dat wel echt grote stappen zijn in een iets meer gestructureerd happy life. Dus dat voelt wel goed. Lekker fotorijtje. Hey meiden! Wow, jullie zijn zo goed gematcht allemaal. Dit is echt... Jullie hebben een groepsapp. Ik geloof het gewoon niet. Ik ben bij de By Dani Style School met al deze leuke chicks. Yay! Waar ik net een gastcollege heb gegeven, wat volgens mij heel leuk was. En ik vond het heel leuk om weer kennis te delen en zo. En al die enthousiaste kopjes te zien. Dus dat moeten we vaker doen. Hallo, ik ben weer terug op kantoor. En hier zit iemand in de koelkast. Dat ik een gastcollege gaf bij de Style School van Dani. En merkte toen ik op weg ernaartoe was weer hoeveel zin ik daarin had. En hoe leuk het is om enthousiasme en kennis en ervaringen te delen. En vragen te beantwoorden. Dus ik had er heel veel zin in weer. Dus misschien moet ik zelf een vorm bedenken waarin ik dit soort dingen weer wat meer op kan pakken. Ik ben nu op kantoor en mijn schoenen deden pijn. Dus ik heb deze sandalen van Jordi aan. Die binnen zijn gekomen en die echt zoveel te groot zijn. Kijk, hallo. Ik vind het wel echt badass. Ik zou dit wel willen hebben zelf. Het is helaas niet voor mij. Verder ziet ons kantoor er lekker netjes uit. We moeten dus nog een bank die daar komt. En een eettafel die daar komt. Dus we wachten nog op een paar meubels. Op nieuwe bureaustoelen ook. Ik heb een hele mooie besteld met hout en zwart leer. Dat wordt echt geweldig. Beetje 60's. Er komt een grote oranje bank. En de eetstoelen komen morgen of maandag. Die zijn echt briljant. Van Casa Gitaan zijn ze. Een Amsterdamse label / fotostudio. Echt de mooiste stoelen. Mooier dan de eetstoelen in mijn huis eigenlijk. En ze waren zeker ook niet goedkoop. Maar ik dacht, hier investeer ik in. En die gaan dan jarenlang met mij overal mee naartoe. En die zijn een beetje groen, grijs-groenig. In mijn hoofd komt er dan een ronde tafel bij. Ik dacht eerst wit marmer, maar toen zag ik een plexiglas doorzichtige, wat ik heel vet vond. Dus die wil ik heel graag. En een oranje bank. En dan wachten we nog op een dressoir. Ik heb een besteld bij Made van donkergrijs glas. Beetje gerookt glas. Ook wel heel cool, denk ik. Daar komt dan het koffiezetapparaat op en kopjes en een leuk boek en dat soort dingen. Er komt ook nog een mooi luxe koffiezetapparaat. Ik ben echt zo'n nerd die eigenlijk gewoon op één knop wil drukken. Maar er zijn tegenwoordig zulke luxe apparaten waar je zulke lekkere dingen mee kan maken. Dus daar heb ik ook wel zin in. Evi, ga jij me dan helpen met het uitvogelen? Ja. Misschien word jij team cappuccino en dan maak jij voor mij elke dag koffie. En dan haal ik voor jou elke dag een snack. Lijkt mij wel wat. Goeie deal. Gewoon uitbesteden. Dat is het handige van een team. Dat je kan zeggen, ik ben hier goed in. Jij bent daar goed in. En zo fixen we dat. Evi is dus helemaal druk bezig met de
brunch die we morgen op kantoor hebben. Ik zei gisteren op Instagram dat ik eigenlijk vanuit een soort self-care idee of self-love idee bezig ben met wat andere dingen in mijn leven wat meer prioriteit geven. Dus mensen in mijn omgeving en vrienden die ik veel te weinig heb gezien en familie. Maar ook zorgen voor mijn hoofd en voor mijn lichaam. Met een coach met wie ik nu praat, maar ook met Valentien die me helpt met gezonder eten en leven. Ik ben eindelijk aan het sporten en ik vind het nog leuk ook na maanden. Dus dat helpt me heel erg. Ik ben mijn huis helemaal aan het opruimen. Ik heb mijn balkon helemaal uitgeruimd. Dat geeft mij een heel fijn gevoel, want de ruis in mijn huis is voor mij echt killing ook voor mijn hoofd. En ik wilde graag wat meer stilstaan bij, zeg maar, succes en dingen die goed gaan. Want ik ben een type dat als het misgaat of als er een fout is, dat ik daar heel erg mee kan zitten en me daar heel schuldig over kan voelen of slecht over kan voelen. Terwijl als het goed gaat, dan ligt dat eigenlijk in de lijn der verwachting. Want ik dacht of hoopte al dat het bij punt A uit zou komen. Dus daar sta ik dan niet genoeg bij stil. En nu wil ik graag dingen in het leven wat meer vieren. En daarom hebben we dus die brunch morgen. En ik vind het wel heel leuk dat we zo uitpakken. Ik heb echt nog nooit zo'n mooie tafel gedekt. Ik ben helemaal niet een host type. Ik vind dat helemaal niet relaxed. Ik ga liever gewoon uit eten of chill op, net zo goed chill op de bank zitten met noedels. Maar nu wordt het echt heel mooi. Ik heb helemaal bijna wedding vibes. Allemaal in mijn mond steken. Lena en ik zijn al de hele dag samen aan het werk. We zijn in Café Amsterdam. En er is dus één ding. Als we het dan vandaag hebben over, zeg maar, doen wat je wil in het leven. Is er hier één ding waar ik al jaren van droom en wat ik nog nooit heb gedaan. En dat is een visplateau bestellen. Er zitten oesters in en kreeft en mosselen en zo. En toen zagen we de mensen naast ons dat bestellen en toen dachten we, pak het. Lena is net jarig geweest. Ik ben ook ooit jarig. Dus we gaan ervoor. Oh, wat leuk. Yeah. Morning. Ik sta op het punt om naar kantoor te gaan. Het is vrijdag vandaag. En gisteren heb ik even niet gevlogd aan het einde van de dag. Want ik had een aantal belangrijke afspraken. Nu ben ik er weer. En ik ga zo naar kantoor waar we een spring brunch hebben. Even alles aan het klaarzetten. Ik heb een paar dagen geleden dus een heleboel van de boodschap gedaan. En zij heeft net alle verse dingen gehaald. En is de boel nu aan het stylen. Echt te gek. Ik heb net eieren gekookt. Die zitten in dit afhaal Indonesische bakje. Eén is helaas al gesneuveld. En over een uur of zo komt iedereen. En mijn nieuwe eetstoelen zijn over een paar minuten bezorgd. Dus dat komt echt qua timing perfect uit. Wordt heel leuk, denk ik. En ik ga snel naar kantoor racen, want dan kan ik nog even de boel stylen. Oké, we zijn echt aan het rushen. Over een kwartier komen de meiden en de tafel is bijna klaar. Ik heb nog sapjes in de koelkast staan en dipjes en zo, maar die haal ik op het laatste moment uit. En dit is hoe het er nu uitziet. En dan nog snel omkleden. Deze prosecco champagne glazen, dit als waterglazen en dit glas met een steeltje wat je ook voor wijn kunt gebruiken voor de gazpacho. En we hebben een opstelling gemaakt van dit asymmetrische bord, een linnen servet, dit bladerbord en dan een groot keramieke bord. Dit vind ik echt prachtig. Hoe lekker zijn deze taartjes. En dan deze leuke paasaccentjes, eier erop en een lief persoonlijk briefje en een menu. En wat ik leuk vind is om te matchen, maar dan wel net andere formaten en kleuren te pakken. Leuk om een beetje te spelen met een paasgevoel, maar niet te letterlijk. En wat gele accenten, omdat ik dat wel Easter en Spring vind, maar niet per se iets met paaskonijnen of paaskuikens wil. En wat ik zei, het is leuk om een beetje vaste elementen te zoeken. Dus bijvoorbeeld de kaarsen en kandelaren die op de hele tafel staan. En dan met hoogtes te spelen. Dus ik heb echt hele kleine mini-vaasjes, grotere vazen. En dan wel in een rustige tint, zodat het niet te hysterisch wordt. En ik kwam net achter dat ik te weinig kommetjes had. Dus dan kun je ook gewoon een wijnglas of een waterglas gebruiken om bijvoorbeeld lekker fruit in uit te stallen. Als jullie verder nog vragen hebben over deze tafel, of hoe ik het heb voorbereid, of wat we allemaal op tafel bestaan, laat het me zeker weten. Bijna al het servies en servierborden en dergelijke komen van H&M Home. En het leuke vind ik dat ik met een paar nieuwe prints en kleuren weer een hele nieuwe look kan creëren. Dus wie weet binnenkort een dinnerparty.
Shirtjes zijn er! Oh, Tim, wie ben je? Ik ben van Briedemo. Vond dat ik getrouwd ben? Ja, ik ben. Oh, nee, zit in de slaapkamer. Hey, we hebben daar! Vlog take over! What's happening, girl? What are you wearing? Very beautiful dress. I got it from my sister Nicole. I like what I'm seeing. Ben jij dronken? Nee. Hoe laat is het? 4:15. Ah, wat heb je lekker gegeten? Zeker, te veel wel, maar okay. Heerlijk. Even een quizje. Roze of lila koelkast? Roze. Oké. Ja, we doen een quiz. Hallo! Ja, goed dat je er bent. Jara, nooit meer een broek aan of nooit meer een jurk aan? Wat? Nooit meer een broek aan of nooit meer een jurk aan? Een hele leuke vlog. Nooit meer een jurk aan. Oh, nou. Zonder broek kan je toch niet leven in Nederland? Het is hartstikke koud. Nee. Want dus onder de broek of zo, denk ik ook die zwarte leggings die je aan het onderjurk. Dat hoef je niet te benoemen op camera. Nee, jammer dat dit er nou maar bij zit. Geen borst meer of geen billen meer? Geen borst of geen billen? Nee, dat vroeg ik jou. Oh! You got both, girl. Ik ben dol op mijn borsten. Nee, maar serieus. Toen ik dus 14 was, wilde ik zo graag borsten. Ik wilde dus, dat is echt terug, maar ik wilde graag dat het zo dit strak stond in een t-shirt. Dat het zo'n ribbeltje kwam. Dat zag ik dan bij bekende mensen en ik wilde niks liever dan dat. En there you are. En ja, ik had ze nooit. Toen was ik opeens 17 of 18 en dan had ik opeens een D. Die zou ik echt niet willen missen. Ik ben weer thuis en daar komt mijn schatje Jordi. Goedemiddag. En met lekker ibunda Indonesisch eten. Nasi. Lekker. Dit is voor oom Jordi. Zoveel zin in. Ik heb het huis helemaal gezellig gemaakt. Bloemen die ik van mijn vrienden heb gekregen, heb ik geschikt. Ik zou dus best graag een bloemschikcursus willen doen. Dus als iemand weet waar dat kan, let me know. Zoals je ziet zijn de koffers nog niet weggewerkt. En we gaan nu lekker op de bank series kijken en een chill avond hebben waar ik echt wel veel zin in heb eigenlijk. Een vrijdag chillen toch altijd wel het lekkerst, to be honest. Het is nog steeds licht, het is 8:30 of zo. Ik heb wel het eerste stiekem van kantoor mee heb genomen. Twee biertjes? Maar nasi of noedels met een biertje of met iced tea is gewoon het lekkerste van de wereld. Toch? Eens? Zijn jullie het er mee eens? Wil jullie geen alcohol aanpraten? Iced tea mag ook. Hebben we geen chips? Nee, hè? Nope. Het is zaterdag en eigenlijk al middag. En Jordi en ik hebben net gesport. En nu heb ik een hele lekkere lunch voor ons gemaakt. Die er zo uitziet. Het is courgette pasta. Dus wat op spaghetti lijkt, maar dan van courgette gemaakt. Met spinazie erdoor. Wat ik even bak met wat knoflook. Knoflookgranalen en een heel klein beetje parmezaan. Ik ben iets uitgeschoten, geloof ik. In principe eet je eigenlijk vooral groenten met vis als je de parmezaan weglaat. Dus het is echt wel een gezond alternatief voor een lekker pasta gerecht. Hallo, ik heb foundation op mezelf gedruppeld. Ik doe altijd rechtstreeks vanaf het pipet op mijn gezicht. Want dan gaat er het minste product verloren en hoef je ook het minste te gebruiken. Ik gebruik eigenlijk nooit meer foundation, maar ik ga op pad naar een voorstelling. En daarna naar een verjaardag, dus ik wil even dat het de hele avond blijft zitten en dat ik misschien iets meer mijn make-up look ga doen dan ik de laatste tijd vaak doe. Dus ik dacht, ik neem even een Get Ready With Me stukje op. We gaan naar Fresco, die een theatershow doet, waar mijn vader super fan van is. Ik heb dat dus cadeau gegeven aan mijn vader voor zijn verjaardag om met ons gezin heen te gaan. Dus Milan, mijn tweelingbroer en Kirsten zijn er zometeen ook, dus dat is heel gezellig. Dit ziet er al uit als een goede basis. Ik heb nog steeds echt het gevoel dat mijn huid heel goed gaat. Ook wel wat ik nu eigenlijk nog steeds wil gebruiken. Deze Skin Booster is een hyaluronzuur. Kan je ook van een ander merk scoren. En van Shiseido. Ofwel dit overnight mask of de dagcreme. Het is eigenlijk gewoon een kwestie van een crème vinden die goed voor je werkt. En waar je geen breakouts van krijgt. Ik heb het idee dat in combinatie met een hyaluronzuur die crème ook beter pakt ofzo. Even een lippenpuntje op. Best wel haast. Concealertje voor onder de ogen.
Dan doe ik de Boy Brow van Glossier, een wenkbrauwgel. Ik heb hem in kleur blond, which makes sense. Ik dacht altijd dat ik een donkerdere gel nodig had, maar ik vind deze heel chill bij mijn wenkbrauwen passen. Hij geeft echt wel flink wat kleur. En je kan het ook wel goed opbouwen. Ik kan echt wel meerdere laagjes van dit hebben zonder dat het heel bizar wordt en heel donker wordt. Eerder had ik een iets donkerdere tint en deed ik het veel subtieler, maar ik vind dit eigenlijk nice. Dat ik ze echt helemaal vol kan borstelen. Een yellow paint op, ook van Glossier. Ik heb er nu twee. Een roze en een oranje. Deze zijn voor bleke huid de beste tinten. Dit zijn Beam en Puff. En gewoon met mijn handen. De leftovers van blush doe ik altijd op mijn ogen. Dat vind ik mooi als het een beetje een geheel wordt. Dus er komt een heel vaag een zweempje terug op je oog. Dan een vloeibare highlighter. Die breng ik eigenlijk als een V aan. Dus een beetje hier en een beetje hier. Ik dep het gewoon met mijn handen waar ik het mooi vind. Ik vind het dus mooi als hier ook wat highlighter zit. Ik weet niet of dat hoort, maar ik vind dat het je een hele frisse uitstraling geeft. Dat is eigenlijk wat ik doe. Qua huid en omdat ik nu dingen uitleg gaat het misschien ietsje langzamer, maar dit heb je in een paar minuten gedaan en dan ziet je huid er helemaal gezond, glowy, glanzend, fris uit. Dus dat is fijn en dan ga ik nu iets aan mijn ogen doen, op mijn ogen doen. Ik gebruik al een hele tijd dit potje van MAC. Het is een paintpot in de kleur Quite Natural. Ik vergeet het de hele tijd, maar het is dus heel chill, het is gewoon een soort vrij stugge creamy oogschaduw die je echt kunt opbouwen van heel subtiel naar wat meer smoky. En je kunt hem ook als basis gebruiken voor een smoky eye. Ik begin eigenlijk altijd bij de wimperrand. Met een plat vrij hard kwastje doe ik dit. Vind ik fijn aanbrengen. Dit is de 2428 van MAC. Vraag me af of er dan dus ook 2500 make-up borstels zijn of waarom het dit nummer heeft. Kijk, deze heeft nu al wat meer kleur. Ik dep het al echt maar heel even op en er komt bijna geen product af. Maar toch geeft het kleur. Je ziet al dat dit nu wat meer diepte heeft dan dit. Eigenlijk heb je nu al een complete ooglook met één product. Dus dat vind ik heel chill. Ik doe ook wat van dit koperkleurige potlood aan de binnenkant van mijn ogen. Alleen is het bijna op, dus er komt niet echt meer wat van af. Als je een donkerdere ooglook maakt, is het vaak heel mooi om iets van kleur of potlood in de binnenkant te doen. Zodat het iets meer in elkaar overloopt en floot. Oké, mijn batterij viel even uit. Ik heb mijn wimpers gekruld en wat mascara opgedaan. En ik ben nu met dit potlood in Pillow Talk van Charlotte Tilbury mijn lippen aan het inkleuren. Ik met dit paletje van Shiseido met deze bronzen kleur nog een beetje warmte toevoegen. Mijn ooglook door dat in de crease te gebruiken. Tada! Dit is mijn look voor vanavond. Misschien doe ik nog een klein beetje goud hier aan de binnenkant. That's it. Morgen, ik zit lekker op mijn balkon buiten en ik heb vanochtend gesport en straks ga ik even wat werken. En nu ga ik even een uur genieten van de zon. Het balkon is heel gezellig geworden. Ik heb gewoon een perfecte plek. Pal in de zon, er is geen wind, het is super rustig. Niemand zit buiten. Kijk, zo ziet het er nu uit. Nu heb ik nog een kleed besteld en nog twee kussens. En dan wil ik nog wat leuke hangpotjes om planten in te doen, zodat er ook van bovenaf wat gebeurt. En misschien nog wat leuke lichtjes aan het plafond hangen. Al is dat wat lastig met stroom, omdat dat natuurlijk van binnen moet komen. Maar het is almost done. Kijk, nou ja, dit is de basis een beetje. Heel gezellig hoekje. Deze stoel is 80 centimeter en dit stuk is ongeveer 95, dus dit past perfect. Plantjes. Hier nog wat plantjes. Hier kan je dan ook lekker op zitten. Dat is dan het kleed dat ik heb besteld.
Donker jute. Leek me wel goed passen omdat het een beetje dezelfde kleur is als je nu hier al hebt. Hier leuke hangplantjes, want het is echt best wel een hoog balkon. Misschien hier nog wat van die hogere standaarden voor planten. Ik ben nu een beetje door dit boek heen te komen. Wat me toch minder aanspreekt dan zijn eerste boek. En ik zag dat hij weer een nieuwe uit heeft. Maar eigenlijk vind ik dat ik dan deze af moet maken voordat ik die andere ga lezen. Maar zijn eerste boek, De Waarheid Over de Zaak Harry Qbert, is echt mega goed en spannend. Echt een absolute aanrader als je van lezen houdt. Goedemorgen, het is weer een nieuwe dag en ik ga bij deze even de vlog afsluiten. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en ik heb eindelijk de hang of the vlog weer te pakken in Nederland. Dus ik ga lekker veel filmen deze week. Veel interieur komt er weer bij. Lekker weer, leuke dingen met vrienden. Ik denk dat het een leuke week wordt. Dankjewel voor het kijken, vergeet niet te abonneren en dan zie ik je volgende week. Ik probeer de video's binnenkort steeds op vrijdag om 5 uur te uploaden, dan weet je dat. Doei!